ben ik hier in Amsterdam naar een van de ziekenhuizen gegaan om dat bloed te prikken. En dat was het OLVG. En ik kon er aanrijden bij het OVG. En toen was de weg naar het OVG was opgebroken. Die was afgesloten. Er stond een bord verboden in te rijden. Er stond een hek van 2,10 meter. Daarachter was één grote zandvlakte met een graafmachine. En in de verte lag het ziekenhuis. Ik denk, nou, lekker dan. Heb ik ook eens wat, hè? Dus nog één keer, je komt aanrijden met je auto. Er staat een bord verboden in te rijden. Er staat een hek van 2,10 meter. Eén grote Sahara met een graafmachine en daar het ziekenhuis. Maar nou komt het over hoeveel we hebben. Dan staat er naast dat bord verboden in te rijden... staat ook nog een meneer in een fluoriserend hesje. En ik doe mijn raampje open en zeg, wat is hier aan de hand? Hij zegt, u kunt hier niet door. Dus nog één keer, je komt de bocht op. Er staat een bord verboden in te rijden, een hek van 2,10 meter, een zandvlakte en dan die meneer, u kunt hier niet door. Toen dacht ik even heel slim te zijn, zei ik tegen die gozer, ik zei, weet je wat ik doe, laat mijn auto even hier staan, ik ren even naar het ziekenhuis, ga ik even bloed prikken, ben ik zo weer terug. Ze zei, dat kan niet. Ik zei, waarom niet? Hij zei, dan verspert u de weg. Ik zei, maar die is toch al versperd? Ze zei, ja, maar dan zien ze dat meteen. Dat begrijp ik niet. Zegt hij, nou, dan komen ze aanrijden, zien ze uw auto staan. Dan denken ze, oh, daar kunnen we niet door. Ik zeg, maar ze kunnen er niet door. Nee, maar dan zien ze dat meteen. Ik zeg, man, ik begrijp er geen fuck van. Zegt hij, nou, dan sta ik hier voor niks. Ik zeg, oh, dat is het. Nou, toen ben ik uiteindelijk naar het ziekenhuis gegaan. Daar was het hartstikke druk, want er waren meer bejaarden met tintelende handen en slapende voeten. En als het hartstikke druk is, dan moet je een nummertje trekken. Ook in zo'n lab. Maar in zo'n lab kan je veel meer doen. Je kan ook nog een echo laten maken. En je kan je eigen gezeik inleveren, weet ik veel. En dat stond ook allemaal op die nummertjesautomaat. Dus al die dingen. En de bovenste knop was bloedprikken. En ik wilde de bovenste knop indrukken. Maar toen stond er naast die automaat, stond er ook nog zo'n kut van een jaar of 55, weet je wel. Zo'n mokkel waar alle seks uit geramd is eigenlijk. Ze noemen het ook wel een vrijwilliger. En die... En die zegt tegen mij, u komt bloed prikken bovenste knop. Ik zeg, uw man staat buiten in een fluoriserend hesje. Oké, bedankt.